Voor de volgende truc heb je geld nodig. Vraag aan iemand of ze bijvoorbeeld geld bij zich hebben. Misschien wat... Sorry. Oké. Misschien even een briefje van 10 bijvoorbeeld. Gelukkig ben ik goochelaar, dus ik heb altijd een geldprinter bij mij. Want je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt. Even kijken hoor. Zo. Even. Een beetje geld printen. Ik denk niet dat ze hier veel... Gewoon nog een keer proberen. Even. Ja, dat is beter. Kijk, als je hem zo... Hoppa. Een briefje van 10. Een half briefje van 10. Gewoon nog een keer. Hups. Kijk, dat is beter. Een briefje van 10. En het eerste wat je doet, is dit. Want het briefje staat op zijn kop. Nou ja, weet je wat? Dan kan ik hem op een hele ingewikkelde manier zorgen dat het briefje rechtop komt te staan. Let op, want ik draai het briefje niet om. Maar als ik hem openvouw, staat hij ineens weer rechtop. Wat kun je er nog meer mee doen? Bijvoorbeeld... Dit. 2 grote paperclips. Eentje hier. En eentje daar. En als je het briefje open doet, zitten ze aan elkaar. Wat je nodig hebt zijn 2 paperclips. En van iemand een briefje van 5 of 10 of 20 of 50 of 100 of 200. Maakt niet uit wat. Je houdt het briefje op de kop. En als je het ziet, dan zeg je, oh, verkeerd om. Ik heb hem voor de uitleg even met de beeldzijde naar je toe, zodat je weet wat er gebeurt. Het briefje staat op de kop. Je vouwt hem naar jezelf toe. Dubbel. Nu vouw je hem naar links of naar rechts. Weer dubbel. Dan vouw je de helft van wat je nu nog over hebt weer terug naar de andere kant. En dat doe je ook aan de voorkant. En als je nu het papiertje aan de voorkant pakt en je trekt de rest terug, dan staat het briefje nu rechtop. En als je hem nu openvouwt, staat hij goed zonder dat je het briefje hebt omgedraaid. Voor het vouwen doe je hem eerst dubbel, dan nog een keer dubbel en dan vouw je de achterste helft weer terug en de voorste helft vouw je ook terug. Je pakt het voorste stukje en als je nu het papiertje opentrekt, staat hij op de kop. Dit kan je net zo vaak doen als je wilt en elke keer draait het briefje een halve slag. Hoe krijg je dan de paperclips aan elkaar? Vouw het dubbel. En in de Z-vorm. Zo. Nu pak je 1 paperclip. En die doe je op de voorste 2 stukjes. De andere paperclip doe je op de achterste 2 stukjes. Als je nu het papiertje opentrekt, gaan de paperclips in elkaar. En je hebt een snelle, makkelijke truc. Je vouwt het papiertje dubbel voor de truc met de paperclips. Dan vouw je een Z-vorm. Nu doe je de eerste paperclip over de voorste 2 laagjes. En de andere paperclip die doe je over de binnenste 2 laagjes. Dus hier is iets vrij en hier is iets vrij. Als je nu het papiertje weer opentrekt, dan gaan de paperclips in elkaar.